In de eerste aflevering van Luigi's Mansion 2 HD gingen we op zoek naar de spookzuiger 5000. Die zat verstopt in deze auto. En daarmee gingen we allerlei spoken te lijf. En nu moeten we blijkbaar tandwielen gaan zoeken. Ben je klaar voor wat actie? Ja hoor, zeker wel. We moeten op zoek naar de rest van de donkere maan. Gelukkig heb ik iets uitgevonden dat ons werk een stuk makkelijker zal maken. Ik noem het de parascoop. Een apparaat dat paranormale signalen van ver opspoort en meet. Ik heb het duistere huis gescand en de sterke signalen opgevangen vanuit de noordelijke kamers. Dus daar beginnen we met zoeken. Nou, Luigi heeft er ook zo te zien heel veel zin in. Dit is het plan. Er is een mechanisme dat de toegang naar de gedeelte regelt. Het toegangsmechanisme bevindt zich in de hal. Zodra je daar bent, vertel ik je meer. Oké, even een spelletje spelen op mijn Nintendo DS. Nou, daar gaan we weer hoor. Daar gaan we weer. Ik word gepixeleerd. We worden weer gepixeleerd door de camera. Oké, we zijn nu in de gang aanbeland. Volgens mij ben ik hier al eerder geweest. Activeer het mechanisme in de hal. Maar laten we beginnen. Kijk, want hier ben ik namelijk ook nog niet geweest. Hè? Ik wilde dit dus in de vorige video doen, maar toen besloot Quibus om mij al terug te teleporteren. Ik wou nog even hier naartoe. Deze hadden we helemaal niet gehad. We waren nog helemaal niet buiten geweest. Wat is hier allemaal buiten gaande? Wat is hier allemaal buiten gaande? Ik zie hier een hondenhok. Die kunnen we open. Oh, zit daar, is dit het verblijf waar Puppy zit? Oh, daar. Kijk, kijk, kijk. Daar. Dat hebben we gevonden. Een mega grote gem. Kijk, dit is lekker. Die hebben we nodig. Daar gaan we weer. Voel de vibe. Voel de vibe. Oké, wat wil je zeggen? Wat zie ik, jongeman? Ben je ook op juwelenjacht? Groot gelijk in juwelen zijn die kunnen ontzettend waardevol. Maar vergeet niet dat er ook nog werk aan de winkel is. Je kunt je juwelen later bekijken in de kluis. Over en sluiten. Nee, deze video is nog niet klaar. Helemaal niet over en sluiten. We zijn pas net begonnen, dus doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als jij van Nintendo houdt. Want dan moet je hier zijn op dit kanaal. Alle echte Nintendo fans zijn geabonneerd. Als je niet geabonneerd bent, ben je dan eigenlijk wel een echte Nintendo fan. Anyway, juwel is nu in de pocket. En nu moeten we denk ik hier naartoe. Let's go, rennen! Pas op weer! Pas op voor de ridders! Oké, want ik zag hier al tandwielen, hè? Hier in deze gang. Kijk, zie je? Daar bevindt zich iets. Oh, what? Boze bullebak. Boze bullebak spook. Zit je nou de tandwielen te slopen en weg te gooien? Doe eens even normaal. Je hebt een heel groot voorhoofd trouwens. Oh, er zijn meer boze bullebakken. Deze zijn echt heel boos allemaal. Kijk, ze vechten met de voorhoofden tegen elkaar. Ja, dat is genoeg ruimte. Dat moet ik ze wel toegeven. Anyway, maakt niet uit. Boze bullebakken. Waar gaan jullie naartoe? Ga je naar boven? En jullie gaan naar beneden? En de laatste? Oh, is er nog één? Wat gebeurt er? Wat is hier allemaal gebeurd? Oh, de deur is nu open daar. Jongens, zit me nou niet eten. Daar bellen Kawibus. Die sluwe spoken. Luigi, die bruten hebben zojuist de tandwielen uit het toegangsmechanisme gestolen. Ik spoor ze op met de parascoop, zodat jij ze met de kaart op DS kan vinden. Ihao, die doodsbange blik in je ogen brengt me op een briljant idee. Vanaf nu noem ik de DS de dubbele schreeuw. Anyway, we moeten dus de dubbele schreeuw gaan openen, zodat we kunnen zien waar we dan allemaal naartoe moeten. Sowieso moeten we hier twee deurtjes... Wacht even, is hier een deur dan? De DS zegt dat hier twee deuren zitten. Oh, eentje is misschien beneden en eentje boven. Zou dat kunnen? Anyway, deze deur is nu... Was open. Was open. Bro, heb jij weer... Ga jij nou weer stoer doen? Met je sleutel? Daar ben ik toch net allemaal al geweest? Ga jij nu zeker naar buiten helemaal? Kijk, die muis. Die muis is aan het wegrennen. Hoppakee. Oh, shit. Ik ben... Auw. Ik ben geslagen, bro. Zomaar zit hij mij te slaan. Oh, hier is die. Hier is die. Wat doe je? Kom dan. Kom hier. Kom. Ga je nou... Waar ga je nou naartoe? Ja, lekker. Ik ga je pakken, maat. Ik ga je pakken. Op z'n vlot. En geef me die sleutel terug. Dank u. Heel veel dank. Die had ik nodig. Oké, nu even goed rennen. Oké, dat is denk ik de sleutel van deze deur dan. Oké, ja, hier moesten we inderdaad dus naartoe. Ik zie daar ogen. Zie je die ogen hier in de muur? Ziet er heel eng uit. Ga je hier op flashen? Ik zie hier wel weer behang. Wat van de muur getrokken kan worden. Kijk, let's go. En dan? Wat is dit? Wat is dit? Oh, dit is ook een deur. Oké, wat is hier dan gaande? Wat is dit allemaal? Dus ik ben nu tussen de muren in, jongen. Tussen de kamers in, tussen de muren. En hier ligt in ieder geval wel een sleutel. Oké, wat is hier? Kan ik kijken? Wow, dit is het atelier. En hier zijn twee spoken aan het schilderen. Of nou ja, één is aan het schilderen en de ander is aan het poseren. Oh, shit. Hij mag niet, je mag niet kijken, maat. Je mag niet kijken. Oké, ik kom er zo aan, hè. Zo te zien kan ik nog niet in die deur. Nou, misschien wel. Maar ik kan sowieso in deze deur. Kijken wat hier is. Wat is... Wow, wat is dit allemaal? Kan dit uit? Ik kan deze ook nog niet aanzetten, denk ik. Ik heb daar... Kawibus, hier staat overal jouw logo op al deze gouden dingetjes. En nu ga je mij niet bellen. Nu ga je mij niet uitleggen wat dit allemaal is. Het heeft wel met de zaklamp te maken. Nou, we hebben geen idee wat we hiermee moeten, blijkbaar. Dit komt later. Er stond trouwens wel een uitroeptekentje. Ik moet daar wel naartoe. Oké, dan gaan we eerst hierin. Dan gaan we eerst even naar de kunstzinnige spoken. Nee, niet. Oké. Nou, dan ga ik eerst maar geld pakken. En een spinnenweb weghalen. Woejo! Vleermuizen! Oké, we gaan hier naartoe. Wat is hier allemaal? Hier is ook echt een mega, mega spinnenweb. Hier zit een sleutel achter.
Maar hoe ga ik die pakken? Kawibus, nu heb ik je hulp nodig en nu bel je me niet, hè? Oh, wow. Ik ben deze posters aan het opslurpen. Kan ik hier doorheen kijken? Wow, wat gebeurt er met die boeken allemaal? Hier zijn ook mysterieuze spoken, hè? Ik wil dit schilderij laten ronddraaien, maar dat lukt nog niet. Oké, ik ga denk heel even boven kijken. Misschien kunnen we daar dan naartoe. Oké. Wat een... Oh, hier zijn de schilderspoken. Die zijn er opeens. Jij wil met mij vechten, hè? Jij zit hier achter, hè? Oh, shit. Iemand schiet tegen mij. Kom hier vandaan. Ja, daar is die. Pas op. Pas nou op, Luigi. Hij zit weer daar. Pak hem. Oké, hij is in die. Kom dan. Kom eruit dan. Ja, lekker. Oké, ik heb hem geflasht. Hoppakee. Weg met jou, spook. Ja. Kun je wat stoer doen tegen mij? Hé? Maar ik win altijd. Dus laat mij gewoon deze trap oplopen. Kijk, nu zitten de hartjes in de kluis. Die kon ik wel even goed gebruiken. Oké, dus hier is nog een deur. En ja, daar heb ik dus nu ook een sleutel voor. Nice. Sleuteltjes weg. Maar we kunnen hier wel in. Oké, dit kan ik nog niet opzuigen. Daar is mijn stofzuiger nog niet krachtig genoeg voor. Kan ik hier naar binnen? Ja. Wat is hierachter? Hierachter is iets. Hierachter is een diamant. Maar die kan ik blijkbaar ook nog niet pakken. Oké, wat gebeurt als ik dit heel snel laat draaien? Gebeurt er dan iets? Er gebeurt helemaal niks. Kijk, pas op voor die plank. Die plank gaat sowieso tegen mijn hoofd als ik over die plank heen loop. Wat is dit? Oh, oké. Kan ik slapen? Ik even uitrusten. Oh, pas nou op. Pas nou op, wou ik zeggen. We zijn... Oké, maar dit is waar we moeten zijn. Kijk, daar... Oh, daar is een tandwiel. Ik zie er één. Daar, op de muur. Oh, en hier zijn spoken. Pak ze. Ja, je bent van mij. Hartstikke idee. Kom hier. Ja. Oh, hier zijn er echt veel. Oh, pas op. Pak deze. Ja, lekker. En nog één. Denk dat dit de laatste is. Ja. Hartstikke idee. Alleen nog wat muizen. Oh nee, grote bullenbak. Pak de grote bullenbak. Lekker. Lekker. Zo. Die vangen we ook gewoon. De verstopper van de tandwielen. En die hing daarachter. Ja. Dat is nummer 1. Heel nice. Die hebben we te pakken. Dat is 1. Nog 3 te gaan. Oh ja, met de andere knop konden we natuurlijk... De ene kant is zuigen en de andere kant is blazen. Zo werkte dat altijd in Luigi Mansion. Wat is dit trouwens voor knop? Dan gebeurt hier iets. Het haardvuur gaat uit. En dan kunnen we hierin. Hallo? Is daar iemand? Kijk, nu komen we in het atelier uit. Daar waar die andere spoken zaten. Daar. 1. Oh nee, ik ben niet snel genoeg. Ja, ik heb eentje geflasht. En die gaan vangen. Lekker, dat is 1. Nu die andere nog. Ja, daar is die. Auw. Nou weet je, als jullie bezig zijn, dan ga ik even dit doen, hè? Ja, prima. Dan ga ik hier even deze goudstaven er vandaan halen. Hallo? Spook? Daar. Nu ga ik je pakken. Nu ben je van mij. Ja. Nu ben je van mij. Daag. Oké, dan halen we 1. Oh shit, daar is Bullenbak weer. Bullenbak, Spook. Dat is 1. En... Dat is 2. Daag. Dus geef mij maar even een tandwieletje. Die heb ik nodig. Die is van mij. Dank u wel, meneer de spook. Oké, dan moeten we even hier deze puinzooi weghalen en dan kunnen we weer door. Daardoor konden we dus hier niet naar binnen. Maar nog steeds moeten we hier ook wat doen. Oh, wow. Er komt opeens een spook aan. Ja, waar komen jullie opeens vandaan, joh? Waarom waren jullie er net niet? Hier. Kom, die komen opeens uit het bord. Ik weet echt niet waar die opeens nu vandaan kwamen, maar we hebben ze wel te pakken. Oh, wacht eens even. Deze dingen bewegen. En daardoor kan je zien dat er spoken in zitten. Ja, nu snap ik hem. Hatsieplot, dan moeten we al die spoken gewoon opzuigen. Ja, dat was het. Oké, top. Dat is nummer 3. Kijk, nu begint het tempo erin te komen. Weet nog steeds niet goed wat ik hier in deze kamer moet doen, maar dat maakt niet uit. Op dit moment zijn we alleen maar op zoek naar de tandwielen. En er is er nog eentje die we nodig hebben. En die is op de eerste etage. Want als wij door deze deur gaan en dan gaan we naar beneden hier naartoe, dan moet hier nog een deur zijn en die moeten we open kunnen maken. Kijk, en hier moet nog wat zijn. Hier moet nog een tandwiel zijn. Is dit een muziekkamer? 1451, wat zou dat betekenen? Wat? Oh, kijk, we kunnen het plafond laten zakken. Wat lijkt? Dus het 1452? Is dat is gewoon de tijd dat... Oh, zo laat is het denk ik nu. Dat heeft niks te betekenen misschien. Oh, kijk. De muziek speelt. Ja, ik trigger de spoken. Ja. Oh, jongen, doe eens rustig. Ik wist niet dat je zo boos werd. Kom eens gewoon even hier. Kom eens bij papa Luigi. Hier, kom jij ook eens even bij papa Luig. Hier, papa Luig. Ja. En boze bellenbouw. Ik ga heel lang proberen op te zuigen, zodat ik hem gewoon maar 1 keer zo naar me toe hoef te trekken straks. Zo, hoppakee. Easy. Let's go. We hebben zelfs nu met trucjes. We zijn spoken aan het vangen met trucjes. Tandwieltje.
Lekker. Ik dacht helemaal dat het een hint was hier, joh. Maar dit is gewoon de tijd. Anyway, we hebben die vier gestolen tandwielen teruggevonden. En Kawibus die belt ons nu. En die vraagt hoe het gaat. Ja, gaat prima, joh. Hij zegt, wat een tempo. Het belangrijkste is dat je hebt doorgezet. Goed gedaan, jongen. Ga naar de hal en stop de tandwielen terug in het mechanisme. Dat is goed. Dat was eigenlijk ook al mijn plan. Had je me niet per se even hoeven te bellen, Kawibus. Ik bedoel, je kan nog zo'n goede Kawibus zijn, maar je hoeft niet altijd te bellen. Ik bedoel, als ik op vakantie ben, of toen ik 16 jaar was, wilde ik ook niet dat mijn moeder elk uur belde. Dat was ook irritant. Dit is ook irritant, hè? Laat me met rust. Oké. Anyways, moeten de tandwielen weer even hier terug in stoppen. Oh ja, ga jij even puzzelen, Luig? Ja. Zorg even zelf dat het past. Je kan ook zelf even nadenken, toch? Nee, moet ik dat echt weer gaan doen? Voel de vibe. Ja. Waarom zo'n lang gezicht, Luigi? Of nou ja, daar ben je natuurlijk mee geboren. Zit gewoon mijn gezicht te flamen, Kawibus? Ik zag toch ook niks over jouw bril? Wat is dit? Passen de tandwielen niet? Dan de brute hebben ze vast verborgen. Zoals ze eerst moeten repareren. Nou, we hebben ze in ieder geval allemaal. Oh, niet verborgen, maar verbogen. Nu snap ik het. Wel scherp blijven, Rick. Zo, het is niet op je aardig wat spoken gevangen. Ik kan niet wachten om ze te bestuderen en ik hou jou nu terug. Ja, hallo, meneer. Ik heb nieuwe spoken gevangen en ik heb de tandwielen bij me. Hij wil daar eventjes naar kijken. Nou, hier. Kijk eens, meneer. Ik zal wel zorgen dat ze weer hun werk kunnen doen. Oké, top. Als jij dat even wil regelen, laten we nu de spookzuiger 5000 legen en zien wat voor leuke verrassingen erbij zitten. Nou, sowieso twee nieuwe. Een blauwe en een rode bullebakspook. Oh ja, en ik had natuurlijk een juweeltje gevonden. Kijk hier. En deze ook. Ja, dit is wel een grappige spookie. Nieuw spookgewicht ook blijkbaar. Nou, we hebben nog lang niet genoeg voor een upgrade. Dat is dan wel jammer. Ik had gelijk. Deze nieuwe spooks zijn inderdaad erg interessant. Wat een spectaculaire exemplaren. In de kluis houden ze zich wel koest. Denk eraan. In de kluis kun je alle spoken bekijken die je hebt gevangen. Ja, dat weet ik. Kunnen de parascoop beter instellen. En hij moet de tandwielen repareren. Ja, goed bezig. Ja, en nu? Volgens de parascoop neemt de activiteit van de spoken toe aan de noordkant. Nu de tandwielen terug hebben, kunnen we op onderzoek uit. Dus dat gaan we weer doen in de volgende video. Elke video is een nieuw hoofdstuk. Doe een duimpje omhoog, abonneer en dan zie ik je gewoon daar. Mazzel!